Het Smart Lab is de plek voor serious gaming en het uitproberen van technologische innovaties. In de video zal het gebruik van de Wii gedemonstreerd worden. De Wii maakt gebruik van een sensor die de bewegingen van de controller registreert. Hierdoor kan je met de controller in de hand vrij bewegen in de ruimte. Door de verscheidenheid aan games zijn er tevens veel verschillende trainingsmogelijkheden beschikbaar. Zet de tv aan door middel van de rode knop op de afstandsbediening. De Wii staat in het zwarte kastje onder de tv. Zet de Wii aan door op de knop te drukken waar een rood ledlicht bij brandt. Als het ledlicht groen wordt, staat de Wii aan. De mogelijkheid bestaat dat de Wii vanzelf opstart op de tv. Het kan echter ook zijn dat u dit zelf moet instellen. Dit gaat als volgt. Druk op de knop Input van de afstandsbediening. Selecteer Component door hier met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening naartoe te gaan en vervolgens op OK te drukken om te selecteren. Nu dient de controller gekoppeld te worden aan de Wii. Druk op A. De vier ledlichten gaan nu knipperen. Wanneer het eerste ledlicht blijft branden, is de controller gekoppeld. Tijdens het spelen dient het veiligheidskoord altijd onder pols bevestigd te worden. Door de controller op het scherm te richten, kan de Wii bediend worden. Door op A te drukken, kan iets bevestigd worden. Om een game te plaatsen in de Wii, drukt u op de knop Eject onder de CD-drive en wacht u enkele seconden. Wanneer de CD naar voren komt, plaatst u de game welke automatisch opgenomen wordt. Wij kiezen voor een game waarin gebruik gemaakt wordt van het balanceboard. Niet elke game is geschikt om met het balanceboard te spelen. Op de achterzijde van het hoesje van de verschillende games staat aangegeven of de game geschikt is voor het balanceboard. Nu selecteert u deze game door met uw controller naar de afbeelding linksboven te gaan en op A te drukken. Vervolgens gaat u met de controller naar Beginnen en drukt u op A. Hierna volgt de informatie van de game. Wanneer u het stukje informatie wilt overslaan, drukt u op A. Wanneer de juiste game geplaatst is, dient het balanceboard aangezet te worden. Dit kunt u doen door de knop in te drukken die zich in het midden aan de voorkant van het bord bevindt. Wanneer het ledlicht blijft branden, is het balanceboard gekoppeld. Nu dient u de stappen op het scherm te volgen over hoe u de game kunt starten. Er wordt vanzelf weergegeven wanneer er plaatsgenomen kan worden op het balanceboard. Ook is er de mogelijkheid om een spel te spelen zonder het balanceboard. Hiervoor is alleen de controller nodig. De Wii maakt gebruik van een sensor die de bewegingen van de controller registreert. Als u klaar bent met spelen, kunt u de Wii weer uitschakelen. Om de Wii uit te schakelen, drukt u enkele seconden op de powerknop, totdat het ledlicht van de Wii weer rood wordt. Leg de Wii-controller op de daarvoor bestemde plek op het zwarte kastje. Zet de tv uit door op de rode knop van de afstandsbediening te drukken.